Nou, zo zou ik het niet willen noemen, maar hij is ook niet echt aardig op dit moment. Had hij een sterretje meer moeten hebben en niet dood moeten vallen, jeet. Hallo kijkers van Shine Sprites, welkom bij een gloednieuwe aflevering van Mario 64 en Mario Generations. Met Sander van Gaming SB, let's go! Het is al echt even geleden dat we dit hebben opgenomen, Sander. En terecht, wat een kut game is dit. Echt, nou ja, eerlijk gezegd, dit is ook wel... Als het Sunshine was geweest, had ik al veel eerder weer willen opnemen, denk ik. Oké. Wat is dit? Kan dit al? Ik heb geen idee, ik weet ook niet... Ik had verwacht dat ik deze game beter zou kennen dan dat ik doe. Je hebt geluid. Dat is heel kut dat ik dat niet heb. Oké, ik ben voor niks aan het rondlopen. Ik haat mijn leven. Zucht. Ik had echt veel geluk. Hoezo? Ja, hoeveel sterren heb je? 14. En jij? Oké. Nee, jij moet ook zeggen, hè? Nee, is goed. Dan weet ik dat. Nee, zeg. Oké, 11. Oh, ik denk, jij weet dat wel, want jij... Easy win. Ja, weet je wanneer ik die aflevering heb geëdit? Heb je dat ook al zo lang geleden gedaan? Ja, ik edit bijna meestal de volgende dag, zeg maar. Hoe kan ik hier niet in? Wacht. Kut, het leven. Nee. Oh, hoe moest ik werkt dit? Fuck. Oké, boeien. We gaan Sander, andere is het andere iets. Ja, zijn gangetje wel. Oké, en ben je een beetje hyped? Voor vrijdag wel. Ja, dat bedoelde ik eigenlijk ook. Ja, ja. Ja. Nou ja, dat. Nou, als je het leuk vindt, kan je inderdaad mijn stream joinen. Als in de ja, park. Nou ja, dat gaan we zeker doen. En wellicht kunnen we bij Legend Arceus, als we allebei een beetje tijd hebben, dat we misschien gewoon, dat je naar me toe kan komen voor Legend Arceus. Yo! Ja, dat klinkt wel chill. Maar... We moeten even kijken hoe ik dan zit. Ja, ik ook hoor. Met school en zo. Mm-hmm. Ook. Nee, Mario, je weet wat je moet doen. Pak hem. Van achter of van voor? Ik heb zoveel tijd al verloren, Mario. Je moet nu wel even een beetje je best gaan. Wat doet hij? Oh, oké. Okay. Nee, hij doet irritant. Dan weet ik dat. Shoot into the wall. Okay. Oh, ik wou bijna ground pounden. Zo van, dat heb je al een keer gedaan, Sander. Kut. Ik dacht, ik doe deze. Ik weet waar ze allemaal zitten. Nou, dat valt tegen. Oh, die kamerhoeken. Ik wil ze gewoon zelf draaien. Nou, mag het ook semi. Maar semi is niet genoeg. Voor mij. Maar nu ben ik dus van plan om... Dit is... Met die uil is zo moeilijk, hè, in dit level. Oké. Wat ik aan het vertellen was... Nu ben ik dus... Ik wil dus gaan shiny hunten. Alleen blijkbaar duren die shiny hunts van de starters... fucking lang. Ja. Dus dat ga ik niet doen. Dus nu ga ik in route 1 ga ik zeg maar hunten. Ja. En dan wordt het Starly, Bidoof... Starly. Of Jinx. Ja, gewoon ja, allemaal, Spinks, zeg maar. Ik al gas. Nee. Ja. I know, I was joking. Je bedoelt het voor jezelf. Mm-hmm. Maar alsnog. Boeien. Maar, hoe heet het, dan is het toch random. Dus dan kun... En weet je wat leuk is? Ik heb ze allemaal nog niet. Echt niet? Nee. Oké, dat is wel ziek. Nee, dit is niet diegene. Oh, dit is hem. Ah. Kan dat niet in deze wereld? Wat probeer je? Okay. Nee, niks. Oh, hij vertelt me ook gewoon niks, hè?
Ja, ik dacht dat ik in zo'n roze bom om kon. Maar dat kon niet. En nu ben ik boos. Ja. Dus dit is heel kut. Okay, maar ik kan hier wel zien waar ze liggen. Ah, niet dood. Wow, oh, dat is wel dood. Nou, dan heb je deze gameplay nog niet gezien. Wat kut. Oh, waarom deed ik deze ster? Ik dacht, deze ster die ken ik nu. Toevallig. Maar je kende hem niet. Maar het ging minder goed als gehoopt. Hoeveel heb ik? Waarom geeft hij dat niet aan? Nou, ik haat deze game. Nu al? Nou, al. Alweer. Ja. Hoe ga ik dat doen? Nee! Mario, waarom? Soms dan denkt hij gewoon van, joh, ik ga stilstaan en dan kun je alleen de camera bewegen. Is dat goed? En dan ben ik zo van, nee. Dat is niet de afspraak. En dan zei ze van, ja, boeien. I don't care. Ja, deze game is echt slecht. Ik ben blij dat als we straks bij Sunshine zijn. Ja, dus maak me even snel in. Of, hoe deden we het nou eigenlijk? Nou, je moet gewoon doorgaan, hè? Dus ik nee, kan je wel... hey, dat is heel kut. Ik kan je wel inmaken, maar het moet toch echt van jezelf komen. Oh, meteen die roast, hè? Meteen die roast. Ja, echt, ja. Niet normaal. Er kan net zo'n level komen waar we allebei, of waar ik bijvoorbeeld heel slecht in ben, dan kan je me inhalen. En anders, wacht, ik dacht dat hier de ster zou zijn. Hé? Oh ja, er zit ook okay. Een ster. Oké, dan moet ik nog zo'n guy vinden. Yo, roze guy, waar ben je? Ik wil je nodig hebben. Ik wil je niet nodig hebben, ik ben je nodig. Nee, waarom zijn hier geen roze guy? Je hebt echt een drent, ook hè? Ook goed. Boeit me allemaal niet. Ik wil gewoon zo'n roze guy. Je lijkt waarom wel een kan ik die niet? Nee, dat... Nou, haat je. Fuck, maar ik kan nu niet... Oké, okay, heb je hier zo'n L? Hallo, meneer de L. Uw onderbroek is fel zo. Ik weet hem verder niet. Maar hij is wel funny of zo. Woep, woep. Godverdomme. Hij was hier dan ergens. Die L is altijd dicht bij het midden. Bij het begin natuurlijk. Fuck, ik lieg niet zoveel tijd mee. Ik dacht dus dat je met die bom kon. Alleen... Hoe heet deze? Wow, hij gaat gewoon opzoeken hoe je durf je. Nee. Ik zoek... Shoot in the island? Dan hoor ik toch juist te kunnen schieten. Hoezo kan ik dan niet schieten? Ik ben boos. Yo, Koopa de Quick. Ik denk dat ik weet waarom je niet kan schieten. Ah, ik heb niet zo goed opgelet. Ik dacht laatst een guy dit spelen. Toen dacht ik, haha, nu weet ik dat ik deze kan doen. En nu zit ik zo van... Oké. Okay. Het leven zonde. Ja, ik haat het. Waarom? Kut, die is zo lastig, hè? Die ja. Rode coin op die helling is zo kut. Bij Bombom? Nee, niet bij Bombom. Wacht al, ben je daar nog maar? Gast, moet je niet iets verder gaan? Nee, ik ben een ander. Ik heb bijna een level helemaal uitgespeeld. Dat zou niet best zijn. Kut. Dit was wel zonde van mijn tijd. Maar dat maakt niet uit. Weet je... heb ik deze al? Ja. Oké, dus hij viel eigenlijk als... Drie is kut. Die één, daar kon ik ook niks mee. Wat ben ik dan aan het doen? Nou ja, ja. Goeie vraag. Weet ik niet. Ik zei scout. Het is alsof ik tegen de muur praat. Ik heb ooit de Pokémon ijskoud genoemd, wist je dat? Dat wist ik ja, ik heb hem zelf geëdit. Wat? What the fuck? Gozer, je bent echt heel ziek.
Nou ja, dat zou niet best zijn. Kaboom! Kom niet met corona. Dat is ouw! Auw, auw! Oh, ik ben niet ouw. Dat is heel ziek. Ik ben niet ouw. Jij bent een beetje ziek, denk ik, Sander. Nee. Dank je. Ik neem graag dingen van vreemden aan, maar van jou niet. Heb je trouwens gezien waar die is de mol opgenomen? Albanië toch? Ik heb nog niet gekeken, maar ik heb het wel gezien voorbij zien komen. Dat, auw! Dat doet pijn. Had ik toch wel voor Mario, niet voor mezelf? Nou ja, voor mij ook wel. Dus, ik kan niet... Ja, voor de kijkers ook om naar te kijken. Dat niet. Nevermind. Yo, ik denk dat ik straks game over ben. Denk het. Ik weet niet, je bent wel grappig. Ik denk dat je heel wat bent, maar dat weet je niet. Oh, oké. Okay. Sander, hoeveel sterren heb jij? 28. Lul niet. Ik lul nooit, nee. Nou, oké, dat is ook niet hoeveel sterren ik heb. Yo, dus die Milan haat weer, hè? Die heeft hij altijd. Dat is niet normaal gewoon. Diek. Jongens, kunnen we Milan cancelen? Waarom moet Milan gecanceld worden? Jij haat me, gast. Je mag niet haten op internet. Nee, dat is code. Ik zeg netjes, ik vraag netjes aan jou van, hey Sander, hoeveel sterren heb jij? En daar geef je geen antwoord op. Dat is pas. Ja, jij gaf ook geen antwoord. Oh. Ik geef alleen antwoord als jij ook antwoord geeft. 13. Oh, ik 18. Ja, zie, ik loop echt flink achter, dat dacht ik al. Daarom wilde ik het natuurlijk ook stiekem niet zeggen. Maar dat durfde ik niet te zeggen. Wat doe je, Mario? Ik wou bijna Milan zeggen. Mario. Ik wil ook veel liever met Roberto spelen. Roberto, ja, die is goed, hè. Die is goed. Ik moest die grap maken. Ja, ik leef nog. Zo klonk het niet waarschijnlijk, maar... Oké, ik durf niet. Ik ga safe spelen. Ik ben zo'n loose boy. Nou ja, dat wisten jullie allemaal. Nou, je hoeft het nou ook weer niet te bevestigen. Dat is zo vervelend aan Milan, hè? Kijk, een echte vriend zou zeggen... Yo, gast, wat zeg je nou toch? Je bent helemaal de beste guy misschien wel in de wereld. Maar Milan die zegt gewoon van, ja, klopt. Ja, nee, je bent kut. Ik heb vroeger geleerd, zeg maar, dat je niet mag liegen. Dan kun je nog feedback geven, zeg maar. Dat is dat je nog wel zegt van, dit kan je de volgende keer beter doen. Dat zeg je niet. Dus, je bent gewoon kut. Dankjewel. Dit was mijn TED-talk. Nee, Milan, niet vallen. Mario, zeg ik weer Milan. Ben zo gewend, ik praat nooit tegen Mario. Normaal gesproken. Want weet je waarom? Jij vindt Mario een stomme meneer. Nou, zo zou ik het niet willen noemen, maar... Hij is ook niet echt aardig op dit moment. Dan had hij een sterretje meer moeten hebben en niet dood moeten vallen, jeetje. Ik wil gewoon niet mooi, gast. Misschien moet ik gewoon eerst gewoon het level halen en dan pas voor die coin gaan, maar... Fuck, oké. Oh, ik dacht even, hij loopt vast, joh. Dat heeft Milan wel al een keer gehad, maar ik nog niet. Yo, dat was echt heftig. Dat was inderdaad heftig. Niet in vuur. Dankjewel. Weet je waar ik ben? Bij vuur. Ja, ik kan het zeggen. Nee, maar misschien dan... Ik dacht eventjes van... Oh nee, hij kan daaruit afleiden waar ik ben. Dan gaat hij dat ook doen. Nou, ik ken de game niet zo goed. Dus ik heb geen idee als ik er ook ben, Sander. Oh. Ik kan echt net zo goed stoppen. Echt waar. Auw. Ging het niet... Ik doe mezelf gewoon pijn. Met je gameplay of... Nou, niet alleen als het zo door blijft gaan. Komen dan
emo-praktijk voorbij? Jeetje, mina. Nou, nee, ik ga verder. Verder dan het licht. Zoals Team Rocket zou zeggen of zo. Weet ik het. Ik luister nooit naar de maan. Ik luister nooit naar een motto, want het is elke keer hetzelfde liedje. Oh nee, wacht, het is een motto. Oh, fuck. Is een motto een liedje? Nee. Ik denk dat Jingle dichter in de bij komt. Haast. Nee, nee, Mario. Nou, fuck. Mijn gameplay is ook niet om aan te gluren. Nou, het kan niet zo erg zijn als ik. Als mijn gameplay. Yo, je hebt mijn gameplay niet eens gezien. Hoe ga je dat nou? Nou, ik vertrouw in de dingen die jij zegt, Sam. Nee, oké, okay, nee, snap ik. Je moet ook altijd op mij vertrouwen. Dit is zo kut. Als je denkt, Sam, waar maak je die rare geluiden? Werkt dat? Nee, maar we doen het gewoon. Nee, Mario, niet doodvallen. Dankjewel. Dat vind ik niet zo chill. Alhoewel. Ging ik daar ook verandering in te zien. Met de dag dat ik deze game speel. Minuut zelfs. Seconde. Deze game is zo tyfus kut. Ja, echt hè. En we zijn nog niet eens bij de moeilijke levels hè. Nou. Ik vind hem nog aardig moeilijk hoor. Maar ik ben ook slecht dus. Nou, dat telt. Yo. Bal, ik ga even uit. Waarom doe ik dit? Ja, je kunt wel zo'n jump maken, maar dat is zo'n speedrun tactic. En zal ik je eens wat vertellen? Ik ben geen speedrun tactic, man. Je had het wel bijna goed, hoorde ik. Ja, is bijna is niet helemaal, hè? Dus je gaat niet door voor de koelkast. Is Vinny niet in de speedrunner van deze game? Ja, volgens mij wel. Weet je nog voor dat hij deze game echt heel leuk vindt? Ja, nou, ik snap op dit moment niet waarom. Nee. Justin vindt deze game ook leuk, hè? Justin, de meest controversiële man in de wereld. Die gaat weer zulke onwaarheden vertellen. Dat had ik niet anders van hem verwacht. Zo is die jongen. Ja, kan hij ook niks aan doen. Kan hij ook niks aan doen. Dat snap ik wel. Ja, Mario. Goed zo. Pak het leventje. Nu kunnen we in principe doodgaan. Maar doe maar... Lol. Ja, je kunt raden wat er gebeurt. Kut is elke keer net bij het einde. Waarom? Waarom Mario? Ik haat je. Het kost al zoveel moeite voor me. Zal ik je eens wat vertellen? Vertel eens wat. Ik ben niks opgeschoten deze aflevering. Nice. Ik heb letterlijk evenveel sterren als daarvoor. Dan denk je, joh, maar je zei toch dat je 13 had en in het begin had je 11? Dat is een leugen. Ik wou bluffen. Toen dacht ik, nee, ik ga niet heel erg bluffen. En toen dacht ik, ah, het gaat zo slecht. Ik kan beter eerlijk zijn, want, Nog 6,5 minuten op de klok. Nee. Nou, als je in een leveltje zit, mag je hem afmaken, toch? Als je niet doodgaat. Ja. Oké. Okay. Dus ga niet dood, Sanne. Tip. Moet ik dat doen? Not to self. Oké, wacht even, ik snap de game nu, je moet niet doodgaan. Heb ik eventjes een fout gemaakt, jongen? Oh, je wil niet weten. Au. Dat wil ik eigenlijk wel weten, vertel eens. Nou, ik ging dood, terwijl ik niet dood moest gaan. Ik bedoel, ik wil niet spoilen, maar dat is wel ik heb wel eerder mensen dood zien gaan. Wil je ook? In een tv-serie? Ja, dat zelfs. Nee, Mario spring! Dank je. In zo'n zwarte lijst? Ook, maar dat was niet per se waar ik op doelde. De teleurstelling, ja, ik snap het ook wel hoor. Ik snap het ook wel. De beste serie moet je natuurlijk wel altijd over hebben. Oh, ik denk je gaat nu zeggen, waarom heb je het dan niet over serie? Ja, dat wou ik ook doen, maar ik dacht van ja,
Dat is wel lame als ik dat doe. Nou, ik had je wel begrepen, zeg maar. Ik bedoel, nou ja, ik begrijp je niet, want wie vindt nou ook maar een serie beter? Maar oké. Okay. Yes. No offense, maar dat is gewoon puur, dan maak ik nog een klein... Nee, wat lul ik ook. Sander, wat wil je? Bullshit. Ken je dat? Nee, ja. Mario. Nee. Hoeveel minuten hebben we nog? Nog 5. Ik zit op mijn nulste leven, gast. Op je nulste leven? Oké. Ja, want ik denk, ik ga een leven pakken, toen ging ik dood. Nou ja, maar Sander, dat moet je niet doen. Ja, maar als ik het leven niet pakte en ik ging dood, dan was ik... Ja, hetzelfde. Alleen dan had ik een leven. Oh nee, ook niet. Nee, what the fuck, ik heb een bug gevonden. Oké, dat was heel raar. Volgens mij is hij helemaal geen Tom, dus hoe kan het dan dat ik mijn hele beeld bewoog? Heel freaky. Freaky guy. Oké, jongens, we gaan speedrunnetje. Nee. Ik wil nu te voorzichtig. Never mind over dat voorzichtig. Dat was niet heel voorzichtig, maar. Oh. Ik haat me. Nee. Dat sloeg echt neer. Wat gebeurde er zo? Ik liep tegen iets aan. En daarvan kreeg ik. Daar ging. Ik bounced. Terwijl, volgens mij hoort dat helemaal niet. Rip. Ik vind dit zulke bullshit. Het staat echt nergens op. Ik haat dit spel. Ik haat mijn leven. Zo. Je haat wel veel, zeg maar. Op dit moment haat ik mogelijk alles. Mag het? Dat mag. Nou, even die levens kon farmen, maar ja, ik ben daar te slecht voor. Pas op. Sommige schilderijen zijn niet wat het lijkt. Het lijkt wie is de mol. Ja, maar daar is niet is wat het lijkt. Hier is wel iets wat het lijkt, want we weten natuurlijk allemaal... Roberto is Roberto gast. En dat lijkt zo, en dat is zo. Nee, ik wil te snel. Hoeveel tijd hebben we nog? Oh, ik ben weer godverdomme weer dood te gaan. 2,5 minuut. Oké, ik heb nog 2,5 minuut om dood te gaan. Daarna moet ik hem halen. Je kan het, Sander, ik geloof in je. Nou, ik niet meer. Nee! Dat is dus waar het fout gaat, Sander. Ja, dat merk ik. Ik wil niet te snel. Maar ook weer te voorzichtig. Ik moet... Why do you being snel dan? Weet je? Fuck it. Fuck the coins. Ik denk, maak ik 8 coins? Nee. Gaan we niet doen. Ga gewoon YOLO. Waterpolo? Nou, daar zit ik wel echt in de buurt hoor. Of schaam. Auw. Waterschaap kan ook nog maar. Die is dood. Dat klopt, heb ik genomen. Ja. Opgehangen. Na de galg. Wat een tyfus level is dit, zeg. Dit is wel echt een geweldige serie voor rare geluiden met Sander. Oh, ik denk dat niemand over. Nog anderhalf weet minuut. Waar dat van is. Mijn rare geluiden was ooit van mijn Super Meat Boy, toen ik nog Super Meat Boy speelde op mijn kanaal. En dat was zo'n rage game. Dus dan... ging ik ook altijd vet rare geluiden maken. Van, oeh, ah. En ik merk dat ik dat deze game weer doe. Wat? Heb je daar een compilatie van gemaakt? Ik heb dus ooit een keer zo rare geluiden met Sander. Net zoals de rage momentjes met Sander. Alleen dan met rare geluiden gemaakt. En okay. Ja, zo'n soort jingle-achtig. En ja, dat... Dat is wel iconic ofzo. Nog 40 seconden, Sander. Maar... Ja, ik moet... Wat gewoon doen. Niet doodgaan, Mario. Kijk, nu heb ik er weer vertrouwen in.
Alhoewel, dit vind ik ook een lastig leveltje, maar... Ik kan straks wel één ding zeggen. Oh, dat moet ik niet zeggen, want dan verklap ik waar ik ben. Ik weet wat je kan zeggen. Nee! Echt? Kaboom! Oh, oké. Okay. Nee, maar dat verklapt niet waar ik ben in ieder geval. Huh? Hoe doe je dit? Ik dacht dat je... Oh, misschien moet je gewoon op... Ik ben dood. Net 2 seconden voor dat de tijd maar over is. Dus ik mag niet... Ja, door. Ik moet nog even mijn leveltje afmaken. Hoezo jumpt hij? Moet ik het... Hé? Moet niet tegen me aan jumpen. Ja, oké. Okay, je moet dit doen. Hoe werkte dit ook alweer? Oké. Okay. Dit gaat nog lang duren. Oké, okay, nee, ik snap hem nu. Nee. Dit gaat echt nog lang duren zo. Nee. Hey. Oh, dat was echt heel grappig. Ik hoorde... iemand ja zeggen op het moment dat ik nee zei. Wayo? Ja, dat was heel grappig. Maar... Het was waarschijnlijk niet in reactie op mij, maar dat maakt niet uit. Oh, nee, wat doe je, Mario? Nee, maar echt. Geef Mario wel een schuld. Vraag, wat doe je? Dan weet ik dat. Volgens mij al. Mag ik ook een antwoord op, of dat niet? Nee. Oké, dit was mijn fout. Op zich is deze niet zo heel moeilijk, zou je zeggen, haast. Maar... Ik weet ook niet... Hoe vaak je deze boss battle moet doen. Nou ja, bos. Ik weet niet, is het echt een bos? Is dat echt als bos? Wat, 1 keer? Oh! Nou, that was easy. Kaboom! Ja? Kaboom? Nou... Wacht, dit telt toch wel... Wacht even. Yay. Oh, ja? Ja, nee. Save and continue. Oké. Bedankt voor het kijken van deze aflevering. Vond dit nou een leuke aflevering? Doe een duimpje omhoog. Vond je Sander's gameplay nou goed? Kan me bijna niet voorstellen. Maar ga dan naar zijn kanaal. En zie je graag de volgende keer. Tel een betere grap, gast. Adios, amigos.